hoogleraar communicatie. Onze hoogleraar. Het fenomeen bestaat al heel lang. Ik vind het woord nepnieuws ook geen goed woord. Ik gebruik het liever niet zelf. Want het woord nepnieuws suggereert dat het een probleem is van de journalistiek. Maar het is helemaal geen probleem van de journalistiek. Het nepnieuws is desinformatie. En desinformatie is propaganda. Wij neigen ertoe bij nepnieuws te denken aan de grote leugens. Hè, Trump die zegt er waren meer mensen bij mij op de inauguratie dan bij Barack Obama bijvoorbeeld. Hè. Maar feitelijk praten wij voortdurend met een beetje nepnieuws. En vooral als we het hebben over mensen die andere dingen vinden dan dat wij vinden. Hè? Dan praten we in stereotypen, dan praten we in normen. De schijnbaar onbeduidende gesprekken waarin wij dit soort nepnieuws groot maken, uiteindelijk bepalen die wel wat of er in de samenleving gebeurt. Dus ik denk dat wij veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat we zelf naar voren brengen. En ook alert moeten zijn op de impliciete beschuldigingen, stereotyperingen enzovoort die anderen naar voren brengen. Communicatieprofessionals hebben wel een beetje de neiging om als er iets onwaars over hun organisatie in de publiciteit komt, om dan te denken, oh, we hebben een probleem. Maar dat valt vaak nog wel mee. De volgende dag zijn veel mensen dat ook weer vergeten. En twee zou ik zeggen, ja, gebruik vooral zelf het woord nepnieuws niet. Ook in je relatie met de echte media, met het harde nieuws, creëer je dan een probleem. Want dan doe jij als organisatie over wie onjuistheden verkondigd worden, alsof de pers dat gedaan heeft. De mensen die nepnieuws in omloop brengen, dat zijn eigenlijk altijd Mensen met een hele duidelijke politieke agenda en een heel zwak ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.